Ja, de Amstel Gold Race heeft natuurlijk een historie. En met name omdat het een enorm grote klassieker is, trekt dat de mensen ook aan om hem zelf te rijden. En als je dan eens een keer op een parcours mag rijden, waar ook de profs rijden, ja, dat is natuurlijk voor de amateurs een grandioze kans om dat te doen. De deelnemers komen uit heel Nederland, vaak met groepjes tegelijk. Tussen die amateurs zitten ook een hoop mensen die rijden voor een goed doel. We vinden bijvoorbeeld een ploeg van 13 wielerfanaten die hier trainen voor een sponsorrit die ze later dit jaar voor de stichting Kika zullen rijden. Ze gaan tijdens de etappes van de Tour de France steeds een dag voor de profs uitrijden. Dat gaan wij in een ander tempo doen dan de profs. We gaan wel dezelfde etappes doen, iedere dag dezelfde afstand. Maar we zullen een stuk eerder vertrekken en hopelijk niet veel later aankomen. Maar we doen het een stuk rustiger aan dan de echte mannen, zullen we maar zeggen. Om al die deelnemers letterlijk op de goede weg te houden, zijn er natuurlijk veel vrijwilligers.